De recente zelfmoorden van de 20-jarige Tim Ribberink in het Twentse Tillichten, de 15-jarige Fleur Bloemen uit Staphorst en de 13-jarige Anas uit Wassenaar wijzen ons op de feiten. Pesten kan levens van jongeren kapot maken. Pesten is geweld, zegt de Schiedamse Sandy Cardoles. Met de ervaring die zij opdeed tijdens het werken in kindertehuizen, ontwikkelde zij een eigen lesprogramma. Moet je eens kijken wat het zelfbeeld is van iemand die gepest is. Mensen worden heel onzeker van, het zelfbeeld is weg. En je maakt mensen kapot. Wat kun jij doen door zo'n project op school te starten met kinderen vanaf 12, 13 jaar? Wat ik kan doen is jongeren bewust maken van wat pesten met je doet. En eigenlijk ook de groep verantwoordelijk maken voor de oplossing. Want je moet niet een slachtoffer weerbaarder gaan maken. Je moet de wereld niet omdraaien, want niemand kan tegen 10 mensen op. Dus je moet, de groep moet je aanpakken en de groep moet je verantwoordelijk maken. En ook kijken hoe ze het met elkaar kunnen oplossen. En dat is wat ik doe op school. Waar denk jij nou aan bij geweld? Mag ik dat aan jou vragen? Sandy verzorgt als gastdocenten 4 lessen op scholen, zoals wat doet pesten met je? Wat doet van binnen bij kinderen pijn? En als we gaan schelden, dan voelen ze zich verdrietig en dan kunnen ze niet meer slapen of zo. Leer elkaar complimenten geven. Je bent goed in rekenen. Je bent een goede vriend. En je bent aardig. En spreek af hoe je elkaar kunt helpen. Nou, om tegen die kinderen te zeggen. Ja, wil je dat alsjeblieft meer ophouden? En als ze dat niet doen, dan gaan we proberen om met z'n allen gewoon tegen die mensen daar te zeggen, ja, wil je alsjeblieft ophouden? En dan zegt heel de klas het tegen hun en dan misschien houden ze wel op. De groep kan helpen door voor elkaar op te komen. Als jij ziet dat bijvoorbeeld iemand gepest wordt of iemand uitgescholden wordt, maak jezelf sterk als groep, want een groep is sterker dan één persoon. Betekent niet dat je de pesten nu heel erg moet gaan pesten, maar je kan zeker wel op een goede manier voor elkaar opkomen. Schrijf nou eens op dat blaadje, wat doet pesten met jou? Ik ga er een aantal voorlezen, dus luister goed. Pesten maakt je onzeker, het maakt je verdrietig, het maakt je boos en kan ook aan het huilen. En het deed pijn. Wat doet pesten nou met jullie, jongens? Pijn en verdrietig. Pijn en verdrietig. Het maakt mensen boos. Iemand schrijft, soms wil ik niet naar school. Eigenlijk, pesten is niet leuk. De recente zelfmoorden door pesten zijn voor staatssecretaris Dekker van Onderwijs aanleiding geweest pesten hoog op de politieke agenda te zetten. Leraren vinden het volgens hem een moeilijk onderwerp waar ze niet makkelijk over praten. Op het schoolplein wordt gepest, de pauzes wordt gepest. En door deze lessen is er toch een buitenstaande die dan ervoor zorgt dat kinderen daar toch bewuster van worden. Die gaan daar toch over praten binnen de groepjes van ja, wat ben ik eigenlijk? Ben ik nou een slachtoffer die een dader wordt? Of ben ik nou een dader die uiteindelijk mee gaat lopen? En ja, je ziet dat kinderen toch langzamerhand gaan veranderen, dat ze zichzelf bewust maken van hé, hey, laat ik er iets aan doen binnen het groepsverband. Ik kan het nooit in mijn eentje voorkomen. Ik kan het alleen als we met elkaar samenwerken. En dat is wat je hier op gang brengt? En dat is wat ik op gang wil brengen.